Er is een hele speciale video op Lalilu vandaag. We maken zelf een adventkalender. 25 super eenvoudige crafts voor jouw Barbie-familie. Terwijl onze slaapkop sliep, sloop iemand naar binnen en liet een zeer ongewone kerstboom achter. Barbie, ik denk dat er veel cadeaus op ons wachten met kerstmis. Ja, het zou geweldig zijn. Oh, deze wekker laat me nooit genoeg slaap hebben. Wow, is dit een echte adventskalender? Laten we beginnen met de eerste doos. Wat vind ik hier? Ja, Barbie heeft zeker geluk gehad met cadeautjes. Oeps, soms vallen dingen uit elkaar als je ze het minst nodig hebt. Laten we de kerstboomornamenten maken van de kralen. Lijn met een lijmpistool kraankapjes vast aan de ballen. Laten we een mooi vorsteffect creëren. Dompel de kraal in lijm en dan in decoratieve sneeuw. Of we kunnen het decoreren met strassteentjes. Wauw! Haal een rode wollen draad door de lus en maak een knoop. Daar gaan we! Zet de kant-en-klare crafts in de doos nummer 1. Het ruikt naar kerstkoek. Wat kan er beter zijn dan dat? Vorm peperkoekbeeldjes uit lichte klei. Een man, een kerstboom, snoepstokken, sterren en een cirkel. Versier de peperkoek met acryaatfolie als glazuur. En kunstmatige sneeuw lijkt veel op poedersuiker. Doe de stukken in een mandje. Je kunt peperkoek overal in huis ruiken. Het ziet er heerlijk uit. Laten we een hondenkostuum maken. Neem een fel rood vilt voor de deken. De hond draagt een wit schetspotlood. Brave jongen. Teken een stuk van deze vorm en knip het uit. Maak het warmer met imitatiebond. Lijm de details aan elkaar vast. Bevestig het glitterband op 3 plaatsen. Leg de outfit op de hond en versier hem met een pompon. We hebben een riem nodig. Knip een strook van een zwart schuimvelletje en maak een gesp van een bedraad goudlint. Lijm de riem aan de deken. Laten we zelf een rendiergewei maken. Schets ze op bruin vilt en knip ze uit. Lijm ze op de pijpenragers. Buig een stuk pijpenrager om een hoofdband te vormen en bevestig het gewei. Maak oren van vilt en imitatiebond. Een ander stuk bond zou geweldig zijn voor ponies. Onze hond staat klaar om de kerstman te helpen met cadeautjes. Laten we kerstkaarsen maken. We hebben een lint nodig, taartkaarsen, kraalkapjes, een lege glitterpot en schuimplastic. Maak een kaarsenhouder van een plastic mal. Bevestig het lint rondom de omtrek van de pot en vouw de randen op. Versier met kant. Het is koud buiten, dus we maken een baby-envelop. Neem lichtgroen imitatiebond en stof met kerstmotief. Knip 2 identieke vierkanten uit. Naai er details in en draai het binnenste buiten. Naai een kussen op dezelfde manier. Doe de baby in de warme envelop en bind er een satijnen lint omheen. Wonderen gebeuren op kerstavond. Barbie zal deze winter zeker niet bevriezen. Om te beginnen laten we de maten nemen. Dus we hebben een roze imitatiebond nodig. Zoek een uitsnijding met een potlood, knip het uit en naai de details aan elkaar. Het is mooi en gemakkelijk gebleken. Deze sok heeft duidelijk betere dagen gekend. Laten we het nieuw leven inblazen. We maken er een kersttrui voor Barbie van.
Snijd de rand af, probeer het op de pop en schets de armgaten. Gebruik de rest van de sok voor de mouwen en de nek. Naai de rest van de details. Onze super simpele en modieuze kersttrui is klaar. Een hoed en een snor voor Ken zijn het volgende. Doe een sok op het hoofd van Ken. Knip een nodig stuk af en bind de rand af met een haarband. Vorm polyester vezelvulling in een pompon en lijm deze vast. Gebruik nepbont voor de baard. Knip een driehoek uit en bevestig deze op het gezicht met een haarbandje. Kerstvibes zijn duidelijker als je kerstkostuums hebt. Laten we wanten maken zodat Barbie's handen niet bevriezen. Knip twee identieke stukken roze imitatiebond af en lijm de details. Maak de wanten aan de hand van de pop vast met een draadje voor de duim. Geweldig! We kunnen natuurlijk niet zonder wintervermaak. Laten we zelf schaatsen voor de baby maken. Trek voetafdrukken over op een gum. Knip voorzichtig de zool van de schaatsen langs de contouren uit. Teken laarzen op een wit schuin rubberpapier. Knip de tongen apart uit. Lijm alle details op de zool. Versier met stroken van blauw schuimrubberpapier. Maak schaatsijzers van zilverkleurig golfkarton. En bevestig ze ook aan de zolen. Deze schoenen moeten perfect passen. Maak veters met een draad. We hoeven alleen maar te versieren. Breng een witte acrylvoering aan op de naden. En bestrooi ze met kunstsneeuw. Vertel ons de waarheid. Wie vindt het leuk om naar sneeuwbollen te staren? Laten we er een maken voor Barbie. We hebben een stuiterbal nodig en een stuk kurk. Lijm ze aan elkaar met behulp van een lijmpistool. Wikkel het bedraden gouden lint rond de wereldstandaard. Voeg groen borduurgaren toe in het midden. Versier met een klein gouden strikje. Dit is eigenlijk een leuk souvenir. Laten we een jumpsuit pyjama maken voor de baby's. Ze zullen warm en gezellig aanvoelen. Neem een paar oude teddyberen. Neem alle vulling uit ze en pas ze aan. Vergeet niet er een capuchon op te naaien. Barbie zal zeker van accessoires houden. Wauw! We hebben een oude sleutelhanger nodig. Haal hem uit elkaar. Maak een kreeftsluiting vast aan een stuk vishengel en rijg de kralen erop. Maak als laatste een springring vast. Leg de rest van de kraal op een haarbandje en bind ze vast. Een armbandje is ook klaar. Het cadeau is klaar. Wat is het volgende? Snij het bovenste deel van een sok af. Vouw de randen naar binnen om en maak ze vast met hete lijm. Versier met pluizige witte pompons. Deze sjaal houdt onze pop warm tijdens een koude winternacht. En een skibril zal haar ogen beschermen tegen de sneeuw. Knip een vorm uit een transparant mapje. Trek het over met acrylaatfolie en laat het drogen. Prik gaten en ga door een haarband. Het is heel stijlvol geworden. Een kerstkrans is een bekend kerstsymbool. Laten we het zelf doen. Wikkel een paar kunstmatig gevormde sparretakken in een cirkel en lijm ze vast. Voeg kleinere takken toe zodat het aan elkaar plakt. Versier de krans met rood lint, kunstbessen en kralen. Voeg als laatst een kersttitel toe. Laten we een speelgoedsneeuwman maken. Neem witte lichte klei en rol twee ballen van verschillende grootte. Bevestig een klein mutsje en een sjaal gemaakt van verloerlint. Doe er aan de zijkanten takken in en schilder ze zwart. Verf ook de ogen. Een glimlach en knopen. Maak een wortelneus van oranje klei. Nu valt baby alleen nog maar in slaap met de sneeuwpoppen onder haar arm. Onze Barbie heeft ook een mof nodig. Wikkel een stuk wit imitatiebond en lijm de randen. Het is eenvoudig en mooi. Je kunt een paar winterse dingen van een oude handschoen maken. Knip een deel van de vinger af en een hoed is klaar.
Nu hebben we nog 2 vingers van de handschoen nodig. Draai ze binnenste buiten en knip de rand aan 1 kant af. Je krijgt warme, hoge sokken. Barbie wil haar haar niet verpesten met een hoed. Laten we oorwarmers voor haar maken. Lijm 2 pluizige pompons aan een plastic flessenring. En schilder de halfband rood. Iedereen houdt van sleeën. Laten we de basis voor de slee maken van golfkarton. Maak een stoel en lopers van houten koffieroerstaafjes. Verf alles met acrylverf. Gebruik delen van een houten liniaal voor de rug. Bevestig een koord voor het trekken van de slee. En versier de achterkant. Vrolijk kerstfeest! Laten we een rijstbeker maken. Wikkel een parfummonster in een strook schuimpapier. Doe er een geschikte dop op en schrijf er cacao op met acrylverf. Het heeft marshmallows nodig. Hak lichte klei fijn. En pak de marshmallows en de mok in. Een snowboard uit een stuk plastic. Gemakkelijk! Teken een snowboard en knip het uit. Verf het roze en plak er felle stickers op. Maak gaten en haal er 2 haarbanden doorheen. Dit is een bevestiging voor de benen. Wow, dat is een mooi cadeau. Uggs zijn super comfortabel. Knip stukjes uit dun kunstleer. Lijm eerst de bovenkant. En dan het onderste deel. Maak de zolen en voeg bont toe, zodat de laarzen warm zijn. Je kunt zoveel in de sneeuw springen als je wilt, als je dit soort schoenen hebt. Dankzij de adventkalender werd deze pre-kerstmaand de meest magische voor onze Barbie-familie. Vond je onze alledaagse poppenknutsels leuk? Klik op de duim omhoog en op de bel en mis zo geen nieuwe video's. Lalilou heeft een heleboel geweldige ideeën.